Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat super tof dat je naar deze nieuwe challenge kijkt, want ik ben vandaag niet in mijn eentje, ik ben namelijk bij mijn lieve vriendje, Thomas! Yes! Ja, op zo'n manier ken ik me weer een beetje naar de kapper geweest. Nou, maar inderdaad, het loopt steeds meer uit de hand. Goed dat je kijkt, want wij doen vandaag de kleur versus zwart-wit challenge! Thomas en ik krijgen allebei een opdracht. Beleef je dag in kleur of beleef je dag in zwart-wit? Alles wat je doet, gebruikt, draagt en alles wat je eet moet gekleurd zijn of juist zwart-wit zijn. Degene die een fout maakt is af en verliest de challenge. De winnaar krijgt maar liefst 1 euro. Wauw. Daar doen we het voor. Laat eventjes in de reacties weten of jij zelf zou kiezen voor 1 dag lang alleen maar zwart-wit of 1 dag lang alleen maar kleur. Ja, want wij hebben die keuze namelijk niet. Want in 1 envelop zit dus kleur en 1 envelop zit dus zwart-wit. Ik hussel ze nog eventjes goed door elkaar. Ik ga voor deze. Oké. Oh. Zwart-wit. Kleur. Mislukte wel nu al, want ik heb roze aan. Daar gaan we heel snel verandering in brengen. Maar heeft jouw abonneerknop nu nog een rode kleur? Druk er dan nu op, want dan wordt hij grijs. Nog steeds meer dan de helft van jullie heeft dat niet gedaan. Laten we gaan omkleden, want dat is nodig. Ja, dan moet ik iets zwart-wits aan. Zeker. Kijk eens wat ik hier heb. Een zwart-wit jack. Wauw. Deze is wel inderdaad perfect. Die heb ik al heel lang niet aangehad. Hij is een beetje gekreukeld, dus sorry daarvoor. Ik heb ook een zwart-wit Adidas broek, dus die matcht er ook nog goed bij. Perfect. Alleen dan nog iets anders dan die trui, want die is echt veel te kleurrijk. Ja, dan komt een wit shirt dan onder. Oké, doe maar. Wauw. Zwart-wit. Helemaal zwart. Nou, wacht even. Nu is het helemaal zwart-wit. Alles lijkt nu zwart-wit, maar schijn bedriegt. Want, pak je telefoon eens. Het scherm is helemaal gekleurd. Ga maar even naar instellingen en dan toegankelijkheid. Kleurfilters. Zet hem maar aan. Aha, dit is jouw telefoon voor vandaag. Echt? Leuk! Oh, verschrikkelijk! Zelfs mijn Instagram is helemaal zwart-wit. Oh. Nou, dit wordt een kleurrijke dag voor jou. Helemaal zin in. Tada! Kijk eens wat een mooie trui! Dat is mijn trui! Geweldig! Helemaal in stijl! Ja, hartstikke leuk. Ik heb al grote voeten, maar met die clown sokken voel ik me nu helemaal lekker awkward. De clown. Oh mijn god jongens, zojuist wordt het grootste en vetste pakket ooit hier geleverd. Moet je eens even kijken. Hij is zwart. Wow, ja, en we weten wel wat erin zit waarschijnlijk. En het is zwart-wit. Het is iets waar we al een tijdje op wachten en wat we heel graag hier thuis wilden hebben. Dus ik stel voor dat jij deze gaat uitpakken, want waarschijnlijk is het zwart-wit. Mag ik hem even uitpakken nu? Ja, ja. En terwijl Thomas dat doet, gaan wij eventjes naar boven. Want ik heb jullie nog even iets te vertellen. Voordat we verder gaan met de challenge, ben ik eventjes naar de meest kleurrijke kamer van het huis gegaan. Namelijk de gamekamer. Voor een bericht van de sponsor van deze video, namelijk Grand Hotel Mania. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar in deze tijden verlang ik echt naar een heerlijke, relaxte vakantie. Om gewoon lekker in een hotel in te checken, om alles eventjes te vergeten. Met Grand Hotel Mania komt deze droom alsnog uit, want je runt namelijk je eigen hotels. Samen met Monica en Ted zorg je ervoor dat jouw gasten helemaal niets tekort komen. Bereid je voor om gasten in te checken, kamers schoon te maken, gerechten te bereiden of te doen wat jouw gasten maar van je vragen. Laten we een level spelen. Ik moet 20 goede beoordelingen scoren. Kijk, daar komt de eerste gast en ze zien er trouwens wel heel grappig uit. Iedereen heeft als het ware zijn eigen verhaal, lijkt wel. Hier komt bijvoorbeeld een muzikant. En hier iemand die van ijshockey houdt. Ik stuur ze eerst naar de kamers. Oh, die wil koffie. Snel, dan moet Ted koffie gaan zetten. Ja. Oh, die is alweer klaar. Die gaat uitchecken. Die wil naar die kamer. Oeh. De besturing is heel simpel, maar tegelijkertijd is het heel erg verslavend. Oh, ik denk dat we het level gaan halen. Yes! Oeh, 22 likes gescoord. En als je ook Grand Hotel Mania wilt spelen, scan dan gewoon eventjes heel erg simpel deze QR-code. Of check de link die in de beschrijving onder deze video staat, dan kun je de game super makkelijk downloaden in de Google Play Store of in de App Store. Ik wil Grand Hotel Mania heel erg bedanken voor deze samenwerking en ik kan niet wachten om weer in te checken in jullie kleurrijke hotels. Lukt het hier? Nee, niet echt. Ik ben tot hier gekomen en deze kon ik los trekken, dus ik heb er eentje los. Wauw. Ook nog eens een keertje zwart-wit. Woehoe!
Oh, hij is zo groot. Maar hij is zwart-wit, dus jij moet hem er eigenlijk uithalen. Oh, mijn grapje. Oh, ik zie hem al een beetje. Daar is hij dan. Wauw. Onze nieuwe huisgenoot. Kijk Paco, er is nog een beer. We hebben twee beren in huis. Op zich is het ook wel een leuke plek. Het is een hele leuke plek, denk ik. Laat in een reactie weten hoe we de Astro Bear moeten noemen. We kiezen namelijk de leukste naam uit en vanaf dat moment heet de beer dan zoals jij het had bedacht. Nu we helemaal in stijl zijn, kan onze dag echt gaan beginnen. Jij ziet er wel hongerig uit. Ik heb extreme honger, maar ik mag dus alleen maar zwart-wit eten, toch? Ja, dat klopt. Oké. Nou ja, als ontbijt ga ik niet voor cola nog. Ik kan natuurlijk melk drinken. Zeker. Is het zwart-wit? Paars. Verder is hier niks te vinden. Even kijken. Oh, wacht. Ik heb wit brood. Telt dat? Dat telt zeker. Kijk. Zwart-wit. En ik kan natuurlijk koffie drinken. Zo je... Dat moet je wel aangaan. Zo jaloers. Ik kan heel de dag geen koffie drinken. Oh, wat zou jij moeten afkicken? Jij mag in de keuken komen en de keuken aanraken. Ja. Maar dat is het enige zwarte wat je vandaag mag aanraken. Nou, dan gaan we op zoek. Ik heb zin in pindakaas. En gelukkig is dat bruin. Wat ook bruin is, is bruin brood. Oh, hier ben jij denk ik wel jaloers op. Ja, dat is mijn favoriet. Ik heb een probleem. We hebben helemaal geen gekleurde borden. Zwart-wit, zwart-wit, zwart-wit. Ja, maar het is gewoon onze favoriete kleur. Ja, ik weet het. Dit wordt mijn bord. Zo slim. Slim. Ja, jij mag dus niet aan deze tafel gaan zitten. Nee. Die is zwart. Ja, ik kan wel zitten. Oh, dat wel. Maar dat zal dus ook betekenen dat ik niet op die stoel mag zitten. Nee, zeker niet. Dus moet ik gewoon staand gaan eten, denk ik. Ja, of een klapstoel pakken. Nee, ik ga wel staan, joh. Ik heb de ochtend al gezeten. Oké. Dit is natuurlijk totaal niet handig. Smakelijk. Eet smakelijk. Maar we hebben hier nog een wit beertje zitten. En die moet nog naar buiten. Alleen ik mag vandaag Paco niet uitlaten, want ze is wit. Ja, en ik wel. En ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ja, dat snap ik. Dan ga ik jullie meenemen naar de supermarkt voor de meest kleurrijke boodschappen ooit. Ik voel me inmiddels best wel een beetje een clown, want ik heb echt alle kleuren van de regenboog aan. Maar ik heb al behoorlijk wat kleurrijke boodschappen gevonden. Ondertussen ben ik heerlijk volledig in zwart-wit aan het wandelen met onze lieve vriendin Paco. Rutger heeft nog wel eventjes een blauw tuigje bij haar omgedaan, dat loopt net wat makkelijker. Zullen wij een wedstrijdje rennen doen? Nee. Hey, go, kom. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oh. Ik denk dat Paco gaat winnen, jongens. Het is zo grappig om te zien hoe slim Paco is, want wij lopen vaak wel ongeveer dezelfde routes met haar en dan kent ze redelijk de route. En als ze dan één keer ergens een konijntje of een muisje of wat dan ook spot die wegrent, dan wil ze de volgende keer weer gaan kijken of ze hem weer ergens kan zien wegrennen. Dus ze onthoudt echt alle plekken. Mijn kleurrijke boodschappen en ik zijn thuis. Hallo! Hallo. Is het gelukt? De wandeling. Ja, ja? Ik wil er aan bijkomen. Ik wilde hier gaan zitten, maar dat mag natuurlijk. Nee. Het lijkt me alleen slim als jij ook even boodschappen gaat doen, want ik heb al mijn eten voor vandaag al binnen. Zwart-wit moet het zijn, hè? Ja. Oké, okay, ik ga even nadenken. Ik weet wel één ding. Dat is dat ik Oreo's ga meenemen. We hebben alleen maar gekleurde boodschappen tassen, dus ik denk dat ik hier even wat anders op moet bedenken. Ik weet het wel. Als ik je mag helpen, het ligt hier. Je weet wel dat ik de challenge ga winnen, hè? Oh! Boodschappen doen met een vuilniszak. Ik ga. Doei. Het was niet echt charmant met een vuilniszak om daar naar te gaan. Maar goed. Heb je troep gehaald? Nee, ik heb eten gehaald. En ik ga je laten zien wat ik heb. Met Oreo's. Dat is lekker. En appelstroop. Want kijk. Oh ja. Helemaal zwart. Ik ga een kleurrijke salade maken. Nou, daar zit hij dan hoor, met zijn salade. Totaal niet handig weer. Ja, en je drinken staat op de grond. Ja, ik heb hier in ieder geval een hele kleurrijke salade. En je hebt een geweldig gekleurd sapje. Nou, en jij hebt ook wel een hele lekkere maaltijd. Ja, en ik moet weer staan, hè? Ja. Erg gezond en vezelrijk zo te zien. Ik kan weer goed poepen straks. Oh, dat mag niet. Dat is bruin. Moet je Norit nemen, dan is het zwart. Mag ook niet plassen. Soms krijg je als YouTuber wel eens een aanvraag en als je het leest denk je, oh leuk, ja dat ga ik doen. Maar wanneer je daadwerkelijk gaat oefenen wat je moet doen, je erachter komt dat het toch best wel
moeilijk/awkward is. Morgen ga ik namelijk dansen en zingen in een videoclip van Kinderen voor Kinderen. Zie je mij al gaan op dit lied? Oh. Ik denk dat ik morgen een meme voor mezelf ga produceren. Laten we eerst het lied maar even gaan oefenen. En toen, nu noemt... Oh, mogen. Ik dacht moeten. Het is vrijwillig natuurlijk. Je moet niks, je mag. Ik heb publiek, jongens. Denise, wil jij me beoordelen? Judge, oké, daar gaan we. Met een kwast of een gitaar maak ik al mijn dromen waar. En toen. Yeah. Yeah. Hoe erg cringed je? Nou, best wel erg, ja. Oké, jongens, ik heb echt 2 uur geoefend ongeveer. Ik begin het gewoon aan mijn stem te merken. En ik kan het nog steeds niet. Volgens mij is Thomas bezig met zijn video thumbnail. Laten we even gaan controleren of hij zich wel aan de regels houdt. Hallo. Hallo, sorry, ik zat te grapen. Ik kom jou even controleren of jij je wel aan de regels houdt. Oh, heel goed. Een zwarte stoel. Ik ben dus in zwart-wit mijn thumbnail aan het editen voor de video die deze week is al online gekomen. Dus als jullie denken, wat zijn de kleuren daar van die video? Ik had geen kleur. Wel heel netjes. Je houdt je gewoon goed aan de regels. En kijk, je bureau is zwart. De camera is zwart. Toetsenbord is zwart-wit. Ja. Ik ga nu ook even zwart bekijken. Let op. Van al dat zingen heb ik wel dorst gekregen en ik heb de meest kleurrijke frisdrank die er maar is gevonden. Namelijk Fernandez. En ik heb een van mijn favoriete snoepdingen, namelijk deze spekjes. Oh, die zijn zo lekker. Ik ben bang dat heel deze zak zo meteen leeg is. Ik ga proberen om Thomas in de val te lokken. We hebben namelijk een prachtige blauwe bank. Waar ik natuurlijk op mag zitten of liggen. Maar Thomas niet. Ik ben alleen benieuwd of hij dat zelf ook realiseert. Thomas. Ja? Ik wil even iets laten zien op de tv. Oh, wat heb jij? Zwart-wit drop toppers. Is het lekker? Oh, waar mag je helemaal niet zitten? Oh, mislukt. Mislukt, Paco. Dit was mijn soort van prank om jou hierop te laten zitten, maar... Is het een prank? Ja. Daar ben je heel slecht in. Ik had alleen niks om te laten zien eigenlijk. Ik wilde je gewoon hierop laten zitten. En wat ben jij aan het doen? Zwart-wit tv aan het kijken. Is het Netflix? Dit is Sabrina, wat ik aan het volgen ben. Maar dan in zwart-wit. Ja, een stuk minder spannend wel. Nou, ga jij dan hier lekker in zwart-wit naar Sabrina kijken, dan ga ik naar boven. Want gelukkig hebben we hier nog een tv staan. Ik vermaak me voorlopig wel. Het is tijd voor het avondeten. Nou, laat ik nou een echte chef-kok zijn. We gaan kipwallen maken en je ziet nu natuurlijk, ja, het is niet helemaal zwart-wit. Het is meer roze-achtig. Maar als je het kookt, dan wordt het wit. Slim, gekookte kip. Witte champignons, witte rijst en zwarte bonen. Wat een professionele kok. De grote pan voor 1 persoon. En de kip is ook al helemaal wit geworden. Slim hoor. Ik ga ondertussen ook eventjes koken. Laten we eens kijken wat er kleurrijk uitziet en iets bestellen. Wat ziet dit er ontzettend inspirerend uit. Eet smakelijk. Ja, mijn is nog onderweg. Onderweg? Je zit wel heel braaf op een zwarte stoel. Heel goed. Ja. En toen. Toen hield jij maar je mond. Het is een heerlijke zwart-wit maaltijd en ik ga dus nu de zwarte bonen proeven met rijst. Heerlijk. Het was even wachten, maar mijn maaltijd is eindelijk gearriveerd. Kijk eventjes, een knaloranje curry. Dit kun je daar lekker in dippen, dat is echt super lekker. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Dit gaan jullie niet geloven. Ik zat dus heerlijk op mijn klapstoeltje in de woonkamer. En ik zie net Rutger opstaan na het eten. En hij is nu nog aan het opruimen als je goed luistert. Ik zag dus de rand van zijn onderbroek en die was niet gekleurd. Die was volgens mij zwart. Dat betekent dat hij af is. Tijd voor de confrontatie. Rutger. Ja? Ik heb volgens mij iets gezien. Wat? Ik heb alles goed gedaan op kleur. Nee, ik heb iets anders gezien. Wat dan? Maar welke kleur onderbroek heb jij aan? Rutger is af! Nee, zo dom!
Ja, echt heel erg dom. Je hebt gewoon een zwarte onderbroek aan. Ik wist het. Ja, ik had er niet over nagedacht. Oh, wat dom. Dat betekent dat... Wat voor onderbroek heb jij dan aan? Heb jij wel zwart-wit aan? Nou, waarom begin je daarover? Nou, wat heb je zelf aan? Kom eens hier. Hele donkere zwarte. Nee, jij hebt ook kleur aan. Allebei af. Ja. Paco heeft gewonnen. Paco is altijd een winnaar, hè? Ja. Dus eigenlijk hebben we allebei een soort van verloren en gewonnen. Een beetje wel. Dit was een heel raar einde wel. Goed. Ik zag deze even niet aankomen, maar heel slim en dom van je. Check even Thomas' kanaal als je nog meer video's van Thomas wilt zien. Geef even een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week donderdag weer met een nieuwe video. En hopelijk win ik dan wel. Au, doei! Doei! Mwah.